hele cocktailbar. Zoals op jij het doet. Vanaf ben jij de Patty. Don't you worry. Lekker spelletjes te spelen, gezellig. You just give me a... Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En eindelijk schijnt de zon. Ik ben zo blij om gewoon in dit weer wakker te worden. Het is toch top? Ik zie er echt uit alsof ik... Ja, er niet uitzie. Ik word gek van dit haar. Ik ga zo meteen lekker sporten. Ik heb lekker mijn sportpak aan. Ik ga holy shredden. Vandaag met een vriendinnetje. Heerlijk om de week even mee te starten. En Koningsdag er even uit te zweten. Want my god. Ik heb het weer lekker bont gemaakt. Nee, het was echt heel leuk. Maar ik ging dus lavish drinken. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar lavish is dus een blikje. En in een blikje zit 12% alcohol. Normaal zit er echt iets van 4%. Dus je drinkt eigenlijk 3 blikjes in 1 blikje. Nou, insane. Maar ja, ik heb het wel heel gezellig gehad. Kan ik wel vertellen. Ik ga even mijn hoofd weer zelf tennen, want ik ben super wit. Ik heb daarvan dit Mark Ibane spray. Ik zal even de Instagram hier inzetten waar ik dit heb gehaald. Dit is van de stiefmoeder van Bo. En ze heeft dus een eigen beauty salon. En daar kan je dit dus kopen. Super fijn. Dus ik ga het even uittesten. En ja, dan gaan we lekker sporten. Oké, ik heb me snel omgekleed. En ik ga nu gezellig lunchen met Fleurtje bij mijn favoriete restaurant, Full Moon Garden. En het is dimsum en zo. Oh, we hebben echt allemaal lekker eten. Lekker! Ik ben heel benieuwd naar die truffel. Wow. Ik ook. Ik ga even voor jullie taste testen. Kijk, je hebt hier ook crispy chili olie. Barbecue. Maar doe je dit dan in dat bakje? Ja. En dus hier in de sojasaus lekker. Oh, ik heb hier echt heel veel zin in. Ik ook. Jam. Met wat gaan we beginnen? Ja, ik wil echt die truffel. Ik heb dat nog nooit op. Ik ook niet. Ik vind het ook heel spannend. Die dumpling. Het zit er zo. Ja, ik weet het, maar het is maar hoe zo. Kwam je er ooit bij? Ja, dit heeft Ido. Ido zei, zullen we dat bestellen? Oh, je was ook met hem hier. Ja. Oké, ik ga het proberen. Het ruikt ook helemaal naar truffel. Ik krijg het niet te pakken, joh. Ik had het net zo. Oh, de truffel valt erop. Hashtag gaat fout. Zo, maar het is wel een groot ding, man. Ik krijg het niet in één keer, hoor. Nou, cheers. Cheerios. Zo ga ik eten. Mmm. Groot, hè? Fucking groot. Wow. Fucking lekker. Fucking lekker. Ik kan het gewoon niet eten, joh. Het is ook te... Nou, ik ga er gewoon in prikken. Zo. Nou. Mmm. Wow. Echt heel lekker. Ja, ik kan hier echt elke week eten. Ja, normaal. Maar je hebt gewoon veel verschillende kees. Mm-hmm. Echt. Mm. Wow. Mm. Glad to be back. Ben je wel geweest? Je moet even dit proeven, want... Maar hoe moeten we dit eten, joh? We moeten eigenlijk even burgers vragen, want... Ja, ik ben gewoon bijna bang om dit te eten. Ja, het ziet er echt... Kijk, ik laat jullie zien, het ziet er zo vies uit. Maar wat is het voor saus? Ja, het is gewoon doorzichtig en egg saus. Even proef ook alweer hoe het was. Het lijkt letterlijk gewoon een blauw ei. Nee. Ja. Maar ik heb geen vork. Nee, ik kan niet pakken, dan neem ik wel deze nee. Nou. Ja? Nou, ik ben nu echt heel bang. Oh, het lacht lekker. Ja. Een soort barbecue smaak heeft hij. Het smaakt naar barbecue, ja. Ja, het is fucking lekker gewoon. Ja. Het is wel echt fucking lekker. Maar waarom smaakt het naar barbecue? Ik snap er helemaal niet. Ja, alsof het een soort gebarbecued is. Daar smaakt het letterlijk naar. Maar het is veel. Jezus. Maar nu zie ik opeens een stukje ei. Die zag ik het niet. Oh ja. Je moet het even met je mengen. Floor denkt echt, dat krijg ik nou. Zit je gewoon rauw ei te eten, jongen? Nee, maar het is echt een rauw ei, hoor. Dat kan toch niet. Mmm. Ja, I love it. Ik moet een bord vragen of zo.
Volgens mij zijn we dit ook gewoon soep van de roze aan het doen. Nee, maar het is wel echt heel lekker. Ja, toch? Ik ben helemaal verbaasd. Ja, dat was het eerste keer. Nu wil ik dit proeven. Dit heb ik nog nooit op. Dat is echt fucking lekker. Een garnaal sesam blokje of zo. Toch? Ja. Dus garnaal met dan sesam eroverheen en dan crispy. Maar dit is echt heel lekker. Ja, ik vind alles lekker hier. Denk dat je echt niet fout kan zitten. Nee, ik denk het ook niet echt. Tenzij die enge dingen, kippenpootjes en zo. Ja, ik heb hier chicken wings hier op. Ja, maar die Oh, die rare echt poten. Echt die poten. Ja, nou. Weet je wel? Ik heb er ook een keer een eend op, was ook heel lekker. En pork. Ja. Nou, ik zweer, alles is hier lekker. En mag genieten. Nou, we gaan lekker eten. Nou, ik heb net heerlijk geluncht met Floor. Was echt heel gezellig. Ik ga nu even lekker een matchaatje doen bij Cafecito met Maggie. Gezellig Maggie weer zien. En ik ben echt zo kapot van dit weekend of zo. Echt heel moe. Ja, ik ben blij dat ik vanochtend heb gesport. Dan ga ik lekker naar huis. Lekker chillen, lekker rustig aandoen. Want ja, ik ben even lekker een rondje aan het lopen in de zon. Want ik dacht, even wat vitamine D. I need it. Holy pokemoli, goedemorgen. Het is bijna middag. Het is dinsdag. En ik ben echt in een soort coma geraakt. Dat is insane. Het is nu, ik denk ook helemaal verkouden. Het is nu bijna 12 uur. En ik werd met zoveel keelpijn wakker. En zo moe dat ik dacht, ik kom mijn bed niet uit. En ik zou vandaag echt een hele leuke planning hebben. Ik zou namelijk een mukbang gaan filmen met Raoul en zijn oma. Maar ik heb het afgezegd, want ik voelde me gewoon zo ziek. En Raoul's oma is ook 91. Dus ik dacht, ja, zo, ik heb nu een zieke griepvirus. Zou ik niet die oma aansteken? Dat is echt fucking zielig. Want ja, ik ga ook niet naar mijn oma van 91 als ik heel ziek ben. Of als ik überhaupt een beetje ziek ben. Dat is gewoon niet verstandig. Ze hebben dat nu gerescheduled, helaas. Maar wel, ja, better safe than sorry. Dat sowieso. Ik ga nu even lekker een matchaatje maken. Want daar heb ik zin in. Mijn vriend, Stan Boekel, die gebruikt de matcha bol als yoghurtbol. Dat kan allemaal, maar nu kan ik niet mijn matcha roeren. Kijk, mijn matcha bol. En dan ga ik daar zo in whisken. Leuk is deze set van Joy Show. Maar die is gisteren gebruikt voor de kwark. Dus die kan ik nu niet gebruiken. Thanks, honey. En dan doe ik het wel gewoon in een beker. Ik heb even geen zin in koffie. Dat is altijd als je een beetje ziekig of een beetje bent, dan heb je gewoon geen zin in koffie. Dan denk ik ook echt, eindelijk schijnt de zon. Eindelijk is het weer lekker weer. En wie wordt er ziek? Wie wordt er ziek als de zon schijnt? Fucking me. Nou, ik ben even helemaal klaar mee. Ik zie er ook echt uit. Alsof ik 15 jaar heb geslapen. Ik heb even heerlijk heel mijn huis schoongemaakt. Lekker alles gedweld, stof gezogen. Ik moet even nieuwe bloemetjes halen. Nou, het is weer even lekker schoon. Ik voel me ook wel weer een stukje beter al. Een beetje last van mijn keel nog. Ik moet nu een pakketje ophalen. Boodschappen doen. En bloemetjes halen. Even een lekker rustig chill dagje. Eindelijk. Nou, ik heb even een heerlijk rustig dagje gehad. Lekker alle was kunnen doen, mijn huis kunnen schoonmaken, die weet ik het allemaal. En ik vond dat ik even een paar snackjes verdiende. En ik ga lekker Sex in the City kijken. Ik ben daar nu aan begonnen. En ik hou echt van dat soort tv-programma's. Wat vind ik het lekker? Ik vind dus een Bami blok een van de lekkerste dingen. Ja, zo lekker. Ik ben ook echt blij met mijn nieuwe airfryer. Het is echt een top ding. Gewoon sowieso frituursnacks. Een van mijn guilty pleasures. Ooit. Gewoon, ik hou van bitterballen, ik hou van frikandellen. Snackbar, ik hou van de snackbar. Ik ga eigenlijk nooit naar een snackbar. Of ik heb frituursnacks thuis. Of ik ga naar de McDonald's of zo. Wat is jullie favoriete snack van de
van de snackbar. Ik heb dus een keer een video gemaakt waarin ik alle snacks van de snackbar heb besteld en ging proeven. Insane. Maar toch vind ik gewoon, nou, die bekendste dingen lekkers. Die andere dingen zijn allemaal zo raar en zo. En gewoon net niet. Daardoor zijn die bekendste dingen waarschijnlijk ook gewoon bekend. Kaassoufflé vind ik ook lekker. Dan denk ik frikandel, kipcorn, bami blok. Echt goed. Nou, ik heb dus net lekker een rondje gelopen en ik voel me echt zo goed. Ik heb echt een uur een rondje gelopen. Heerlijk, gewoon echt even helemaal verfrissend. Ik ben dus nu met een andere camera aan het filmen, want deze camera is echt officieel overleden. En ligt het aan mij of is deze kwaliteit gewoon veel slechter? Ik weet niet wat het is. Maar goed, ik moet morgen een campagne filmen voor Lotus. Hoe leuk. En ik kon het niet laten, dus ik heb morgen wel één koekje op. Maar ik ga dus een taste test doen van alle Lotus producten. En ik wist niet dat ze zoveel producten hadden. Hoe leuk! Oké, ik hoop dat dit een goede instelling is. Dit is de Mark 3 camera en ik had dat altijd de Mark 2. Het kan ook gewoon, zeg maar, dat ik heel blind ben. Want in mijn oog ben ik nu niet scherp, maar misschien ben ik gewoon blind. Ik denk dat ik gewoon blind ben. We laten het daar gewoon bij. Ik heb weer lekker een nieuwe verslaving. Ik dacht dat mijn appie niet de kombucha had. Ik had altijd de kombucha van Captain. Heet het Captain? Maar die hebben ze bij deze appie niet. En ik heb dus nu een dupe gevonden. En deze is ook echt heel lekker. Ik ga even lekker lezen op mijn balkonnetje. Echt een main character moment. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En het is super mooi weer. Ik heb vanochtend even mijn balkon een beetje geveegd. Want er lag echt veel troep. En wat dingen weggegooid, dus het is nu een soort van wat schoner. Kijk, eerst lag er dus allemaal bladeren en viesheid en potten op de grond. Dus dat heb ik nu weggehaald. Ik heb dit even schoongemaakt. En hier is het nu helemaal vrij. En ik wil dus zo'n balkonvloer hier gaan doen. Hier staat alle vuilnis. Ik wil dus zo'n balkonvloer gaan doen. Dat je niet meer die viesheid ziet. Maar daarvoor moet ik even een keer naar de IKEA. En vandaag komen heel leuk tante en mijn oma, of mijn tante en mijn moeder het huis bekijken. Dan gaan we gezellig lunchen, dus we kunnen lekker lunchen in de zon. Heerlijk, en vanavond komt Stan gezellig. Cannot wait. Zo, lekker veel melk. Nou, ik ben gezellig met mijn tante Henny. Mijn tante Henny, ja. En mijn mama. Ja, hi. En we zijn lekker aan het lunchen in, op het terras. Ja, nou, gezellig, hè? Gaan we lekker genieten. Nou, ik ben benieuwd. We hebben een pulled mushroom met avocado. En nou, ziet er heerlijk uit. Nou, we hebben net lekker gegeten. Ik had even pita's met kipswormen gemaakt. Nu kort voor 7. En Stan en ik gaan even lekker naar het park. Want het is echt super mooi weer. Gaan we even lekker spelletjes doen of zo. Een beetje chillen. En van de zon genieten. Nou, hij ziet er lekker. Spelletjes te spelen, gezellig. In het parkje. Nou, lekker hoor. Heerlijk. Zonnetje schijnt. Ik ben helemaal content. Een hele goede morgen. Het is donderdag alweer, what the fuck. Ik ga nu, ik heb me zo omgekleed en opgemaakt, echt nog super mooi weer. Ik ga nu naar een Levi's fitting store, waar ik dus mijn perfecte Levi's jeans kan gaan vinden. Want ik heb heel vaak Levi's aangetrokken en nooit ben ik een goede maat tegengekomen. Dus ik hoop dat dat nu gaat lukken. Nou, ik ben terug van de Levi's fitting store en ik heb echt super leuke items. Ik heb 2 mom jeans. En 1 topje. Echt super chill. Ik heb zo vaak geprobeerd om een goede Levi's broek te vinden. En het is me nooit gelukt. Dus nu is het me eindelijk gelukt. En ik ga het natuurlijk even aan jullie laten zien. Nou, dit is dus de broek. Ik vind het echt insane hoe goed die zit. Maar ik heb dus gewoon nog nooit een spijkerbroek gehad. Die zeg maar zo aansluitend hier zit. Ook nog een, nou het is niet baggy, maar het is wel, het is gewoon echt een mom jeans. Maar I love that, zeg maar, ja, echt heerlijk om met van alles te kunnen combineren. Het staat ook nog wel een soort, ik zeg maar, ik vind spijkerbroek altijd lastig, omdat ik het niet zo chic vind, maar dit is wel wat eleganter, zeg maar. Dus, nou, echt super blij mee. En ik heb dan dit superleuke topje erbij, altijd goed. En ik heb hem dus ook in het donkerblauw, ik zal het even laten zien. En dan dus in deze kleur, echt
freaking amazing. I love it. Echt heel erg blij mee. Dus ik heb weer twee nieuwe spijkerbroeken erbij. Want very much needed. Oh mijn god. Oké, ik heb even een andere... Nee, ik voel deze outfit eigenlijk ook niet. Nou, boeia. Ik doe gewoon deze outfit even aan. Ik ga een drankje drinken met Mirjam. Mirjam ken ik van Habs en heb ik echt heel lang niet gezien en gesproken. Dus heel leuk om haar even te zien. En daarna ga ik lekker sporten. Nou, ik had het heerlijk even in de zon een koffietje gedaan met Mirjam. Dat was echt heel gezellig. Zometeen ga ik sporten. En vanavond wil ik denk ik even een noedelreceptje maken. Gewoon even lekker zo'n frisse noedelbol. Even kijken, misschien wel met gyoza's of... Even kijken waar ik zin in heb. Oké, ik ben lekker terug van het sporten. Ik ben nog gewoon nog steeds, heb ik keelpijn, verkouden. Ik word er echt super geïrriteerd van. Maar ik ga nu even lekker een soort pokeball maken, maar dan met rijstnoedels. Dus in plaats van rijst, de rijstnoedels. Lekker met surimi, komkommer, tomaatjes, paprika, wortel, hele shebang. Jam. Oh my god, even serieus. Hoe lekker ziet dit eruit? Jam. Oké, ik hoop dat mijn wifi hier beter is. Dit is eigenlijk helemaal niet handig eten. Ik ga stuk om mezelf. Het hele ei is gewoon heel even in stukjes snijden. Nou, mijn bol is klaar. Het is echt koude veel. Ik ben echt wel echt een mixer. Dus ik hou ervan om al mijn eten even een beetje een mix te geven. Zeg maar. Ja. Met een eitje. Ik ben heel benieuwd. Oh mijn god. Did I just do something? Dit is echt heel lekker. Ik had hier echt een recept van moeten filmen. Misschien ga ik gewoon een vork pakken. Het zijn hele gladde noedels. Dus... Misschien is het handiger, maar wat maakt het eigenlijk ook uit? Neem ik even een hapje van dit en een hapje van dat. Ik ga het recept droppen. Ik ga hem gewoon maken. Ik ga er gewoon een TikTok van maken, want dit is veel te lekker. Hey Holland, hey QQ TikTok, bedankt voor het volgen. Thanks for the support. I love you. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdagochtend. Ik ga nu gymmen. Hoe goed voor mij. Daarna ga ik in de ijsbad. Daarna ga ik in de sauna. Daarna ga ik in de ijsbad. Daarna ga ik werken. Nou, toppie. Nou, wij gaan lekker in de ijsbad. Maar voordat we in de ijsbad gaan, gaan we in de sauna. En ik heb dat één keer eerder gedaan. Maar dat was de eerste keer dat ik mijn ijsbad deed. Dus dan, ik kan niet echt goed vergelijken. Is het nou chiller of... Ja, het lijkt me chiller, denk ik, van het is heel heet. Maar in de sauna doe je dat ook, hè? Als je naar de sauna gaat. Ja, dan ga je ook eens met zo'n ijsbad gaan zitten, ja. En ik dan denk van, oké, het is dan heel heet. Dus dan denk je, oh, lekker, even voelen in de ijsbad. Of anders is zo groot dat je gewoon... Ja. Dat je gewoon echt denkt, nee, dit is zo'n grote shit. Ja. Maar gaan we echt met thee meteen in? Of hoe? Ja, nee, ja, gewoon een paar minuten erna. Ik kan helemaal niet meer bewegen, hè? Ja. Ja.
Jongens, kijk nou hoe cute! We zijn hier een koffie aan het doen. Het is een broodje. Ja, lijkt heel erg op mijn kat, die heet Bo. Er zit hier gewoon een schattig klein drolletje op de bank. Oh, zo leuk. Nou, ze hebben ook een gezellig mee koffie gedaan. Ja. Nou, Sanne en ik hebben net besloten om even snel naar de IKEA te gaan. Dus ik ga zo meteen racen door naar de IKEA. Ik ben even snel sojabonnetjes aan het eten. Nog over van gisteren. Dan ga ik er echt vandoor. Oh jongens, dit is niet normaal cute. Een van de winnaars van de giveaway die zei, ja, ik kom het wel ophalen, want ik woon in Haarlem, dus ja, dan hoef je niet te versturen en dan heb ik het gewoon meteen. Fucking cute. En toen heeft ze dit aan mij gegeven. Ik vind dat zo lief. Ik denk echt, dat had echt niet gehoeven, zeg maar. Ik ben hier zo blij mee, zo cute. Ik ga dit zo meteen lekker opeten in de auto. Woehoe. Nou, we hebben lekker nachos met een salade. Heel veel zin in, jam. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag een verjaardag en daar gaan we lekker uit eten. Ik heb allemaal spullen ingepakt, dus we gaan er zo vandoor. Sam heeft even ontbijt. Nou, ik heb net even lekker 5 kilometer hard gelopen, as you can see. Ik heb heerlijk even lekker 2 avo-toast gemaakt. Nou, het glijdt allemaal aan de andere kant van af. Lekker toast met avo. En een ijsje. Heerlijk. Ik denk oprecht dat dit een van mijn favoriete lunchgerecht is. Maar ik moet wel echt een goede hebben. Ik heb zo vaak avocado toast dat tegenvalt. Ik wil gewoon echt een lekkere guacamole. Een goede rijpe avocado. Peper, zout, meer is het niet nodig. Lekker getoast broodje. Eitje erop. Of gepocheerd eitje, maakt niet uit. En dan chiliolie. Nou, insane. In van mijn zo lekker. Ik ga zo even douchen. Mijn haren wassen. Dan me omkleden en dan ga ik alweer vandoor. Oké. Ik ben echt gaan racen. Altijd denk ik, oh, ik heb echt 2 uur lang om me klaar te maken. En dan ga ik echt een uur douchen. Dan zeg maar haar feunen en weet ik het allemaal. En dan opeens had ik nog een kwartier om me op te maken. Maar I did it. Ik zit in de auto, ik ga Sophie ophalen. En dan gaan we gezellig naar Bo. En Bootje is vandaag jarig. Ook gewoon echt. Hoe leuk en gezellig. Nou, Bo zegt weer, ja, je moet niet voor verwachten. Er is niks aan de hand. Kom aan, gewoon hele tafelsetting, heel diner, hele cocktailbar. Ja, laat de birthday girl laten zien hoe je eruit ziet. Wauw. Ook gewoon echt. Nou, hoe leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren niet meer uit eten gefilmd, maar het was echt heel gezellig en heel lekker. Daarna ben ik naar huis gegaan. Lekker op tijd gaan slapen, want vandaag hebben we een verbond. We gaan gezellig een Amsterdamse verbond met een hele grote groep meiden. Helemaal leuk, zin in. Anne komt mij straks hier ophalen. Dan gaan we bij haar even klaarmaken en zo. Helemaal chill. Nou, ik heb me helemaal klaar gemaakt. Ik ga het laten zien. Helemaal Anne haar outfit aan, maar... Kijk, helemaal in stijl. Ik vind het helemaal leuk. Ja. Wij gaan! Woehoe! Ja, daar ja, gaan we! Woehoe! Ik maak van mijn fles, alsof jij het hebt gevraagd. Dan ben jij de Patty en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy. Don't you worry, child. Together we got a plan for you. Don't you worry, child. Vlog van Sarah voor. Dat klopt. Hey, volgers. Woo!
beeldscherm.